Jij en Maries gaan dadelijk een sessie geven. Interactief en op twee verschillende plekken. Een groot experiment ook voor vandaag. Ik ga u even voorstellen. Het is namelijk de eerste duo-presentatie. Ze nemen ons mee in de buyer journey als eikpunt voor salesucces. Want een excellente customer experience staat centraal bij het design van succesvolle ondernemingen. Waarom dan niet in jouw salesproces? Maar hoe ontwerp je nou een effectief salesproces met een bijbehorende sales funnel? Dat laten Mark en Maries vandaag zien. Mark is founding partner en principal CX consultant bij Grit, de customer experience design company. En ze helpen bedrijven om hun ambities waar te maken op het gebied van customer experience. In de volle breedte door klanten centraal te stellen in hun communicatie en hun organisatie. En ze werken vanuit kantoren in Utrecht, Enschede, voor grote bedrijven in de tech. Maries ken ik ook een klein beetje. Al 25 jaar actief in het salesdomein voor corporates en MKB. Als consultant, interim manager, coach, trainer, docent. Eigenlijk Mr. Sales, zo ken ik Maries. Hij heeft alles wel eens een beetje gedaan. En belangrijke thema's zijn het inrichten en ontwikkelen van salesorganisaties. En hij is ook ondernemer, want hij heeft sinds 2015 My Skill Passport opgericht. En daarmee ondersteunen ze het ontwikkelproces door het individu centraal te stellen in wat hij ook kan, om daar de juiste ontwikkelmiddelen aan te koppelen. Ik heb die middelen gezien, zijn zeer effectief, ook als trainer om mee te werken. Ik ga jullie de vloer geven. Heel veel succes. En als je vragen hebt aan Mark, Maries of over het onderwerp, schrijf me even in de chat erbij. Veel succes. Dankjewel. Ben ik ook goed te verstaan? Ik denk dat het goed te verstaan. Oké, mooi. Dankjewel Harro voor deze introductie. Ik had hem niet mooier kunnen doen. Dat is natuurlijk stiekem een beetje voor ingefluisterd. Maar ik ben ook blij Mark te zien aan de andere kant van de... Op het scherm, aan de andere kant. Leuk dat jullie ook allemaal aanwezig zijn vandaag. Het is ik vind het onwijs leuk om te doen. En ook ontzettend nuttig dat jullie, geloof ik, aan het bijdragen zijn voor het vergeten kind. Dus deze is niet voor niets. Storten, heel graag. Daar help je hun echt enorm mee. Wij willen, Mark en ik, graag willen jullie de komende half uurtje meenemen in een sessie over de buyer journey. Eigenlijk van twee inzichten gebruik maken vanuit de verkoopkant. Daar zal ik een stuk in toelichten. En Mark die gaat voornamelijk vanuit zijn domein en expertise de UX-richting kiezen. De echte experience. Dus daar gaan we de komende periode mee aan de gang. En ik zal je eigenlijk de vraag willen stellen, Mark. Van, hartstikke gaaf, die user experience. Maar kan je daar iets meer over duiden? Je hebt een ontzettend goede ervaring met NXP helpen succesvol te worden in het verleden. En zou je daar iets meer over kunnen duiden? Of duik je dan gelijk de diepte te veel in? Ja, dan duik je te veel de diepte in, want we hebben maar een half uur, Maries. Mijn ervaring en achtergrond binnen NXP is dat ik daar verantwoordelijk ben geweest voor de customer experience voor alle kopende engineers. Dus eigenlijk alle techneuten die chips moesten kopen en onze producten moesten kopen. Daar ontwierp ik een optimale customer experience voor. En waar we toen mee bezig waren. En wij, Maries, samen natuurlijk ook in onze tijd daarvoor, want wij zijn al 20 jaar bezig met samenwerken. Is toch kijken van hoe kan je die klant, nou door die klant echt centraal te stellen en echt te omarmen, zorgen dat je business impact maakt. Dat is de grote puzzel. En daar gaan we vandaag ook over hebben. Precies. En als we dan de eerste slide pakken, dan wordt het soms wel eens op deze manier gefilterd, maar volgens mij is er meer dan dit. Dit is natuurlijk de funny side of the joke. Maar er is veel meer, Mark. Mag ik jou daar voor het eerste de toelichting laten geven op dit plaatje? Ja, er is een groot verschil tussen klantfocus en echt een klant centraal stellen. Die 20 jaar geleden waren wij ook heel erg bezig hiermee. Hè? Dus we waren bezig met, we zijn een groot bedrijf, hoe kan je nou zorgen dat die klant centraal staat? Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen binnen het bedrijf weet wat die klant doet? En hoe kunnen we onze diensten op hem afvuren, zeg maar? Maar wat je hier ziet, is het bedrijf is groter dan de klant. De klant staat misschien wel centraal en dat was toen al een hele grote kanteling.
Maar de laatste paar jaar zie je toch iets anders gebeuren. En als je op jouw klikker wil drukken, want wij hebben niet een soort codewoord. dan is wat ons betreft de crux is customer dedication. En customer dedication houdt in dat je jezelf wat meer bescheiden opstelt als één van de leveranciers en partijen rondom een klant heen. En dat je dus ook snapt dat de klant in een ecosysteem zit van allerlei partijen en allerlei leveranciers. En dat jij daar je rol in te spelen hebt. En dat je dus dat niet ziet als een grote battle en een concurrentieslag. Maar dat je weet van oké, we moeten de klant niet alleen maar kennen, maar we moeten hem ook begrijpen. En we moeten ook emotioneel verbinding met hem kunnen maken. En op die manier optimaliseren hoe we zijn waarde kunnen vergroten. En de crux is dus niet zozeer het centraal stellen van die klant, maar snappen dat je echte lange termijn relaties moet bouwen. En ik denk dat dat ook is waar we vandaag vooral over gaan hebben. Dus als je nog naar de volgende slide wil gaan, hoe je dat dan doet, hè, dan wil je dus niet alleen maar, we noemen het vandaag de buyer journey, maar eigenlijk je wil echt de context van de klant kennen. Dus wat is zijn dagelijks werk? We hebben het over B2B, dus wat is zijn dagelijks werk? Hij doet niks voor de lol, tenminste niet professioneel gezien als het goed is. En is bezig met zijn werk zo snel mogelijk uit te voeren. En er staat hoge druk op, veel verandering. En in zijn dagelijks werk heeft hij verschillende touchpoints met verschillende leveranciers. Dat moet je heel goed begrijpen. En dat is een perspectief van de klant. Maar de perspectief van het bedrijf is, we hebben kanalen en we gaan naar de klant toe. En we willen daar een stuk sales doen. En we willen contacten maken. Die twee perspectieven, die gaan eigenlijk door het interactieperspectief, als je nog een keer klikt, komen die samen. Dus je hebt het bedrijfsperspectief, je hebt het klantperspectief en daartussenin, daar is het spannend. En daar willen we dus vandaag ook vooral over hebben. En waarom willen we daar nou over hebben? Omdat de impact die het maakt als je goed bezig bent met customer experience, die vertaalt zich in saleswaarde. Als je nog een keer klikt, kun je daar ook een plaatje bij zien. Dus het kost gewoon heel veel moeite. Je moet alle mensen binnen je bedrijf wil je meenemen in klantervaring en dat je de klanten centraal moet stellen en dat je daar een stap extra voor moet zetten. Maar waarom doe je dat? Niet alleen maar voor blije klanten, maar dat doe je ook omdat een blije klant zorgt voor meer add-on business, meer retentie, meer loyaliteit. We zeggen wel eens, als je echt goed in staat bent een customer experience te bieden, heb je geen loyaliteitsprogramma nodig. Nou ja, dat is misschien wat kort door de bocht, maar het geeft wel aan dat de business impact is gewoon heel hoog. Maar Maries, het heeft ook wel, dat is dan een beetje die klantkant, maar we hebben het vandaag natuurlijk ook over de saleskant. Kun je wat vertellen over hoe dat vanuit salesperspectief werkt? Ja, want natuurlijk die user experience is natuurlijk een superbelangrijk ding, zeker als je er zelf als klant af en toe je in de rol van de klant pakt. En we hebben natuurlijk wel vanuit sales hebben we gewoon een kernding te doen. Dat is namelijk ons salesproces zo goed mogelijk en efficiënt mogelijk in te vullen. En in de afgelopen 20, 25 jaar advies werken in organisaties, daar zijn we eigenlijk gaan kijken naar salesprocessen en wat zijn dan de meest effectieve salesprocessen. En als je daar kijkt, en wat is de impact van zo'n salesproces? En dit staat eigenlijk in dit schemaatje. Er zijn CSO Insights van Miller Heiman tegenwoordig. Heeft daar heel lang geleden al een onderzoek naar gedaan. En die hebben vier levels bedacht. En daar een categorisering bij gedaan. En als je dan bedrijven gaat vragen van in welk level zit jij, dan 9 van de 10 keer zitten ze 3 of 4. En in de praktijk blijkt nou eigenlijk dat ze gewoon in 2 zitten. En niveau 2, dat zegt eigenlijk zoveel als we hebben wel een proces, maar we herijken het eigenlijk niet en we worden er eigenlijk nauwelijks door aangesproken, maar we gaan echt wel serieus een gesprek met onze klanten aan en dat doen we echt heel professioneel. Dus die level 2 situatie, dat is wel een ding wat er is. En wat er voor mij ook wel heel goed in is, is dat we het moment dat je ziet dat het naar level 4 kan, dat daar ook, daar staat die lijn voor netjes omhoog, is dat daar echt de winst gaat behaald wordt, dat je van je concurrenten wint. Maar belangrijker nog, dat je veel meer toegevoegde waarde kan leveren, omdat je afstemt op die klant. En level 2 betekent eigenlijk, ik heb een heel goed proces en we hebben het op basis van het verleden goed ingericht. Maar eigenlijk luisteren we in de gesprekken wel naar de klant, maar niet bij de inrichting van ons proces. Nou, en daar is eigenlijk dit plaatje een soort illustratie van, want wij als sales zeggen we natuurlijk, ja, we moeten heel erg richten van onze stappen naar boven naar onze klant. Is zorgen dat je die kwalificatie kan doen, zorgen dat je dat contact kan maken, gaat kwalificeren en dat je
je vervolgens je vragen gaat stellen, een opportunity gaat uitwerken en je offerte gaat doen, uiteindelijk je onderhandelingen, dan ben je bovenaan. En vanuit sales geredeneerd is hoe sneller en beter je dat proces doet, hoe beter uiteindelijk jij je sales zal doen. Een veel voorkomend stukje bij organisaties, waar is niks mis mee, want dit is wel de kern van efficiënt je proces inregelen. Maar is het effectief genoeg? Dat is dan de volgende vraag. Doe je voldoende om uiteindelijk je marktwaarde op te halen? Nou, en dat een vraag is, nou, allerlei inrichtingen die je tegenkomt op het net zijn hartstikke mooi van Facebook. Je hebt pipe drives en dingen die hele goede nuttige analyses kunnen doen op jouw sales. Boston Consulting Group heeft zelfs ook zeg maar, een visie dat er verandert in de tussen marketing en sales, die verdeling, dat er veel meer tijd en ruimte is aan de rechterkant voor mails, meer marketing inspanningen. Wat wij krijgen eigenlijk als sales komen volgens veel later in de keten in contact. Allemaal waar, maar dat is wel allemaal vanuit inside-out geredeneerd. En stel nou dat je dat op een andere manier zou inrichten. Hoe zou je dat dan doen, Mark? Wat zijn dan, als je de echte diepte induikt over de user experience, wat doe je dan? Nou, ik zal zo meteen laten zien hoe je dat kan doen. Hè? Want wat je eigenlijk wil, en dat is hier een voorbeeld van, dit is gebaseerd op de Customer Activity Cycle. Een concept van Sandra van der Merwe, die heeft dat in 2003 in de Harvard Business Review opgeschreven. En dat is eigenlijk wat mij betreft de grondlegger van het Customer Decision Journey denken, of het Buyer Journey denken. De Customer Activity Cycle beschrijft de stappen die de klant doorloopt in zijn dagelijkse werk. En zonder dat daar een leverancier bij van toepassing is. Dit zijn gewoon de stappen. Hier is het voorbeeld van een engineeringproces. Een engineer zoekt producten, die laat zich inspireren, die gaat prototypen, die gaat ontwerpen, die gaat leveranciers zoeken. Nou, het zijn allerlei stappen en dat is zijn dagelijkse werk. En wat er aan ten grondslag ligt, en dat is als je klikt een wat abstracte weergave, maar het is gewoon een taakanalyse. Dus elke taak heeft gewoon, het is hier lastig leesbaar, maar er zitten gewoon al die stappen onder die bij die fase horen qua dagelijks werk. In die zin geen rocket science. Het enige wat heel lastig in je denken is, je moet nog niet aan jezelf denken. Je moet echt puur die klant bekijken en kijken wat zijn die stappen nou in elke fase die doorloopt. Vroeger was dat de Customer Activity Cycle, tegenwoordig noemen we dat de Customer Journey. En als je klikt, dan zie je een definitie van de Customer Journey. De kern, de crux, zit eigenlijk in drie stappen daarin. Het is een soort van procesbeschrijving van achtereenvolgende stappen die een klant doorloopt ten aanzien van een bepaald onderwerp. Wat verder een belangrijk ding is, het gaat niet om één persoon. Dus het is een groep. We hebben het over beïnvloeders, we hebben het over buyers, inkopers, engineers. Er zijn allerlei in dat klantsysteem. Vanuit de traditionele sales natuurlijk de DMU's en de technical buying influencers en de economic buying influencers. Bij een customer journey is dat nog veel meer, want het gaat niet alleen maar over de beïnvloeding tot de aankoop. Het gaat tot wat is er relevant voor het werk van die klant, voor dat bedrijf waarmee wij zaken willen doen. En in die, dat is de volgende slide, in die journey is heel grappig, want hier zie je eigenlijk in het oranje een heel abstract een customer journey. En je ziet een stuk wat gaat over nieuwe customers en dat is eigenlijk tot de sale. Want dat is het perspectief wat ook bij de funnel heel erg relevant is. Hè. Je wil tot die sale komen, je wil een deal sluiten. Maar daarna wordt het interessant, want als je daarna nog die journey goed onderhoudt en de interactie goed houdt, dan zou je het account management kunnen noemen of relatiemanagement. Maar het gaat veel verder dan dat. Door goed te snappen wat die klant in die volgende fase doet, groei je die klantbase weer, blijven klanten ook bij je hangen en krijg je dus veel meer business impact. Nou, ik heb nog wat kort opgenomen op de volgende slide over van hoe maak je dat dan? Hè? Wat is dan de essentie van het maken van zo'n customer journey? Nou, wat ik al zei, een stuk taakanalyse. Dan vervolgens ga je eerst, hè, wat ik net liet zien, zo'n proces, het dagelijkse werk van je klant. Vervolgens ga je kijken, oké, maar in welke stappen ben ik relevant en wil ik relevant zijn? En als ik dat dan weet, welke touchpoints ik daar online, offline, wat kan ik daar bieden aan services, informatie, wat voor rol heb ik te spelen in het dagelijkse werk van mijn klant? En vervolgens kun je dat expliciet gaan maken. Kun je zeggen, oké, hier ga ik met marketing
zorgen dat de klant weet dat ik voorop loop op een bepaald gebied. Op dit vlak wil ik goede support leveren. Ik wil goede aftersales neerzetten. En op dit stuk moeten we echt goed de relatie managen. Want dit is een punt, dan zijn er ook concurrenten in het spel. Dus eigenlijk maak je op die manier langzaam de vertaalslag van die context van die klant naar wat voor rol heb ik daar als bedrijf in te spelen. En dan ben je nog steeds breder aan het kijken dan alleen sales. Want het gaat over alle touchpoints. Je kan dat niet te vroeg siloen. Nou, hoe maak je dat dan? Hoe ziet dat er dan uit als je dat echt gaat doen? De volgende slide laat zien hoe wij dan interviews vastleggen. Dat doen we altijd in mindmaps, zodat je snel de essentie eruit kan halen. En we gaan die persona's, dus eigenlijk die rollen die in die customer journey een rol spelen, gaan we als persona opschrijven. Dus die geven we een fictieve naam, die geven we een foto, die geven we context. Maar daarmee spannen we eigenlijk het hele speelveld op wat er in die customer journey van belang is. Niet onbelangrijk en ook wel redelijk hot natuurlijk de laatste tijd, is op de volgende slide de value propositions. Dus je kijkt in die journey ook heel erg naar van oké, wat is nou die customer job? Dat is eigenlijk dat stuk customer journey, maar welke pains en gains zitten daar nou in en hoe kan ik daarop aansluiten via mijn producten en services? En het is een visuele weergave. De volgende slide laat zien dat er is iets van een 1A4, 1A0 overzicht. De definitie van customer journey die verschilt heel erg. Hè? Dus er zijn ook documenten van 120 pagina's die zich waarmee ze een customer journey proberen te beschrijven. Maar ik vind dat de kracht heel erg is dat je dat op een visuele manier kan doen. En daarmee ook een specifieke markt en een specifieke klantgroep kan benaderen. De basiselementen in zo'n journey zijn altijd wel dat je hebt iets met verschillende fases. Je hebt iets wat gaat over de stappen die in die fases genomen worden. En je zegt altijd iets over touchpoints. Dus dat gaat altijd over van waar ben ik in contact met die klant of waar ben ik relevant voor die klant. Maries, heb jij daar nog, als je dat zo hoort, een vertaalslag voor de sales community? Ja, in ieder geval die waardepropositie, dat canvasmodel wat van Alexander Osterwalder is afgeleid, is geweldig model. Ik gebruik het, ik zou bijna zeggen dagelijks. En daar is natuurlijk, dat is toch genoeg voor sales. Je hebt aan de ene kant je product, waar je geweldig je product en features in hebt. En aan de andere kant de klantbeleving en de pains en de gains en de echte klantbeleving van de klant. Maar daarmee ben je toch klaar al dan. En dat is natuurlijk een gedachte die heel veel mensen hebben. Ik zelf ook af en toe. Maar helaas, het pindakaas is niet helemaal waar. Wat je nodig hebt is eigenlijk op al die klantcontactpunten die er zijn. Al die touchpoints, daar hebben we klant een interactie. Het kan zijn dat je via LinkedIn, dat je de methode van Harro gebruikt om met LinkedIn contact te gaan maken. Je hebt het eerste gesprek, je gaat bellen, je gaat kennissessies doen. Er zijn allerlei evenementen en activiteiten die je kan en gaat doen, die op die touchpoints in lijn komen. Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? En uiteindelijk is het de vraag eigenlijk die, stel nou dat we op een of andere manier die twee perspectieven bij elkaar kunnen brengen. En eigenlijk de vraag die Steven Bellegem vanochtend al stelde, als in de vraag die hij altijd aan het eind van zijn sessie stelt, is durf nou eens te dromen dat jij die klant optimaal helpt op het moment dat je dat hij dat nodig heeft. En dat je daar een moment voor hebt, een klantcontactmoment hebt. Stel, durf dat nou eens te dromen. Hoe zou dat eruit zien? En eigenlijk is dat een soort opstapje naar het volgende stuk. En Danielle de Jonge zei dat net ook al. Het gaat niet om dat jij je best gaat dat te doen. Maar het gaat om dat je als human interactive bezig bent. Het is een human to human waar we mee bezig zijn. Natuurlijk digitaal. Even als je nou terug naar die customer journey. Als je die ziet en dan zie je een hele bubs aan dingen staan. Touchpoints is dan de middelste lijn. En daaronder zie je allerlei betrokken afdelingen van de klant die erbij betrokken zijn. En op de bolletjes, dat is aanwijzen, die hier allemaal staan. Dat zijn eigenlijk de personen die betrokken zijn in deze touchpoint. Zo kun je deze slide lezen. Dus dat betekent over de hele klantreis heen, dan heb je ongelooflijk veel verschillende betrokken personen met verschillende belangen, met verschillende inzichten op al die touchpoints die erbij betrokken zijn. Tom Poes, help. Hoe krijg je dat nou zo goed mogelijk, even zin in een list is dat, hoe krijg je dat zo goed mogelijk geregeld bij elkaar?
wat we al jaren gebruiken in het adviestraject wat we doen, is eigenlijk vanuit sales gezien een soort slaagkansmodel. En we zien altijd dat er 5 factoren te ontwikkelen zijn gedurende een opportunity. Dus in het begin weten we nog helemaal niks. En als we een succesvolle deal hebben gesloten, dan weten we altijd dat we de relatie hebben opgebouwd, dat er een wederzijds vertrouwen is, dat we het besluitvormingsproces van de klant hebben afgestemd op ons eigen proces, maar dat we naadloos weten wat de criteria zijn en hoe het gaat. Dat we uiteindelijk natuurlijk onze oplossing goed hebben aangepast op de klantvraag. Derde stuk. Dat het financiële deel klopt, dat we de juiste waarde daar kunnen creëren en kunnen genereren. En uiteindelijk dat het het juiste prijsje is. En uiteindelijk de business case is, kan je dat dan ook nog naar alle individuele betrokkenen doorvertalen? Wat betekent dat dan voor hem? Niet alleen dat je het product levert, maar what's in it for me vanuit alle bolletjes die je net zag. Nou, dat slaagkansmodel, dat gebruiken we al jaren en met succes. Dat daar uiteindelijk staat er in het model niets anders dan, als je nou het succesvolle deal pakt, dan weet je wat je gedaan hebt om succesvol te zijn op deze 5 factoren. En als je dat dan doorvertaalt naar de acties die je hebt gedaan, dan weet je dat je, als je die acties en al die stadia te pakken hebt, dat je een succesvolle deal hebt. Want zo heb jij met je organisatie die deals gedaan. Dat hebben we bij veel organisaties neergelegd. Dus even doorhebben, en als je hem doorhebt, dan is het echt een super eenvoudig hulpmiddel. En natuurlijk moeten die acties in de juiste volgorde staan van dat salesproces. Want het is een beetje onzinnig als jij een offerte gaat uitbrengen veel te vroeg in het salesproces. Dit is dan hartstikke leuk vanuit sales, een hartstikke leuke invulling. Zeer nuttig, werkt. Maar hier blijft eigenlijk nog steeds de vraag, en toen dit de markt liet zien een tijdje geleden, zeiden ja, weet je, een sales funnel verpakt in een mooie kreten van klant blijft een sales funnel en heeft nog niets te maken met user experience. En kunnen we daar dan iets mee? Nou, en wat we gedaan hebben is gekeken, stel nou dat we die 2 aan elkaar koppelen en dat we die 5 factoren die er zijn, dus de relatie mutual trust en die andere, als we die koppelen op die klant-contactmomenten, alle touchpoints. En als je dan die acties die je moet doen, als je die toch al hebt en als je die gaat plotten op de touchpoints, dan krijg je eigenlijk een heel handig een overzicht van eigenlijk alle acties die je in de loop van de tijd zou moeten doen om die klant steeds een stukje verder in zijn eigen user journey te halen. En als je dat doet, dan heb je continu eigenlijk een bijdrage op het moment dat die klant het nodig heeft. En dan komt eigenlijk een stukje van die droom van Steven van Bellegem komt uit. Want als jij goed in staat bent om op dat moment van de touchpoint jouw juiste actie te doen en die klant te helpen in zijn vraag en het inzicht en hem verder te helpen in het besluitvormingsproces, heb je 2 plussen. 1 is waarschijnlijk dat hij de volgende stap met jou ook gaat maken. En 2 is dat je dus die sale kan gaan doen. Dat is volgens mij een soort onderlegger om die 2 werelden van de 2 perspectieven bij elkaar te brengen. Dat is eigenlijk een belangrijk stuk van onze stuk. En daar zit eigenlijk wel natuurlijk directe vragen bij. Als stel nou dat we die 2 werelden bij elkaar brengen, wat moeten we dan doen om dat concreet te maken? En Mark, kan jij deze 3 dingen hebben wij hier voor vandaag erin geklust. Wat kan jij die eerste aan de hand van deze verder toelichten? Ja. Ja, kijk, om het concreet te maken hebben we geprobeerd om 3 middelen of interventies op te stellen, ideeën op te stellen waarmee je aan de slag zou kunnen. Nou, de eerste is, je kunt een customer journey opstellen en linken met je funnel acties. Dat is eigenlijk het meest makkelijk. Het opstellen van een customer journey is aan de ene kant best wel ingewikkeld, aan de andere kant is het ook geen rocket science. Als je jezelf dwingt om vanuit de klant te denken en je gaat eens nadenken over je klantgroep van oké, wat is zijn beleving, wat is zijn dagelijkse werk, of heb een gesprek met hem daarover. Dan kun je op die manier gewoon die customer journey opstellen en als je dat dan koppelt aan je funnel acties die je hebt en dan kijkt van oké, maar waar, in welke context is een klant nou bezig, in welke fase en wat kan ik daar doen, dan heb je eigenlijk een hele mooie slag gemaakt. Een tip daarbij is ook om gewoon eens wat te googlen over customer journeys. Er zijn ook verschillende trainingen op dat gebied die je in een middag of in een paar uur gewoon de essentie en wat tools meegeven. En je kunt me altijd een mail sturen met de vraag om wat van zulke soort tools of je daarmee op weg te helpen.
Een tweede stap is waar Maries het net over had. Capabilities goed in kaart. Dus hoe goed zijn we eigenlijk in staat om die funnel te ondersteunen en die customer journey te ondersteunen? Maries, wil jij er iets op toelichten? Ja, ik denk het wel. Dus wat je ziet is dat je op al die bolletjes hier zo goed mogelijk in staat moet zijn om de verwachting van de klant in ieder geval daaraan te voldoen. Het moment dat je daar een overzicht op hebt, dan zit je goed. Maar als de klantbeleving iets anders vraagt, als de klant meer vraagt dan wat je kan leveren, dan is op dat moment, op dat touchpoint, wat er dan is, is er een tekort. Nou, en het inzicht krijgen in op al die touchpoints, welke skills en vaardigheden heb ik dan nodig, welke taken moet ik doen en welke vaardigheden heb ik daarvoor nodig, dat is natuurlijk best wel een klusje. En daar komen een aantal best wel, dus vanuit de norm waar je dan aan moet voldoen, is niet zozeer dat we dat intern bepalen, maar stel nou dat je de norm hoe goed je dit moet voldoen aan koppelt aan de klantvraag. En als je dus de klantvraag en de vraag van de klant, wat verwacht hij nou eigenlijk van jou op dat moment? En daar als je dat dan in kaart brengt, dan krijg je van allerlei taken en vaardigheden die eronder komen. En ik heb in deze slide een impressie van een aantal analyses die we hebben gedaan neergezet. Waarbij je die analyses, die kan je eigenlijk op competentie of op skillniveau doen. Maar één stap daar terug nog is, het moment dus dat je een overshoot hebt, dan heb je geluk, hè? Dan ben je overqualified, maar dan kan je die klantvraag dus excellent goed invullen. En het moment dat je aan de rode kant zit, dan heb je een tekort aan vaardigheid. En dat merkt die klant, die merkt dat direct. En eigenlijk alle sprekers vandaag die nog komen en die je voorzaten, die zitten allemaal op dat moment van klantcontact, de moment of truth, is het moment dat je je moet kunnen laten zien dat je ook kan. Kan je die vragen stellen? Kan je ook heel duidelijk die vorm van samenwerking doen? Kan je actief luisteren? Zijn dat dingen die je kan? Dat zijn vaardigheden die je netjes op niveau in kaart kan krijgen. Nou, de meest voorkomende skills die bij een aantal analyses inzitten, die zitten als individu, kan je neerzetten. Samenwerken is er een van. Het maken van een buyer journey. Net kwam de waardepropositie, kwam wel zo langs. Iemand die geen waardepropositie kan maken, is wat mij betreft niet oké voor sales. Als je niet kan doorvertalen wat jouw product doet vanuit het perspectief van de klant, wat zoek je dan in sales? Als het alleen maar trucken zijn, niet oké. Dat is voor het individu. En je kan in de organisatie kan je netjes je competentievoorraad in kaart brengen. Hoe goed zijn we nou eigenlijk allemaal over de teams heen? En ook nog een aantal inzichten krijgen in kritieke skills. Dat is een resultaat van een meting, van metingen die we kunnen doen. Om inzichtelijk te krijgen van oké, hoe zit dan het met die skill gap die er is? En vervolgens kan je daar iets mee doen als in de strategie die je kan kiezen van oké, ik ga mensen naar binnen halen om mijn mensen te trainen, om ze op niveau te krijgen. Dat kan, hè, daar zijn we als DCT natuurlijk hartstikke blij mee. Maar het kan ook zijn dat je tijdelijk krachten aan boord haalt om het UX design te doen. Als je dat maar één keer hoeft te doen, moet je mensen aan boord halen. Daar staat er linksboven in beeld, dat zou zo makkelijk zou kunnen. Je kan ook mensen voor een tijd aan boord halen. Je kan ze dus ook gewoon als uitzendkracht of als consultancyclub aan boord halen. Je hoeft niet altijd te ontwikkelen, maar het is wel, als je ze structureel nodig hebt, is het wel een wijze. Dus die keuze kan je maken. Daarmee wil ik eigenlijk dit stukje, ik kan er nog urenlang over te vertellen, maar dat gaan we niet doen in het kader van de tijd. Ja. Dus ik wil eigenlijk... We hebben nog een minuutje of we hebben nog 2 minuten. Hè? 2? Oké, dat is goed. We hebben nog 2 minuten. Nou, laten we maar doorgaan. Doe rustig aan met, ja. Met jouw stukken derde perspectief. Nee. Dit is gewoon een heel klein... Het punt hierachter, en ik wilde een heel concrete takeaway doen. Maar het punt hierachter is, de crux van goede custom experience is dat je over afdelingen, over functies, over rollen heen samenwerkt voor die klant. Zeg maar. Okay. Waar je bij sales nogal zou kunnen denken in alleen maar contact... is de takeaway hier, de volgende slide. Ja, denk niet alleen in contact. Ja, Mark, we hebben iets meer nog dan die 2 minuten. Dus maar kan je iets meer duiden wat je hierin zet? Ja. Nou, ik wilde zeggen dus, je moet je salesrepertoire iets verbreden. Waarin de traditionele sales, en ik weet dat er ook heel veel moderne sales is die daar lang niet meer mee bezig is. Hè, maar toch zie ik binnen organisaties nog vaak het traditionele salesmodel
is bellen, contacten leggen, op die manier je activiteiten managen en komen tot een deal. Terwijl in mijn optiek de grens tussen marketing en sales bijvoorbeeld, maar ook tussen productontwikkeling en sales, business development en sales, al die grenzen zouden eigenlijk weg moeten. En je zou samen moeten werken om samen met de klant optimale dienstverlening neer te zetten. Een element of een methodiek die we daar wel voor gebruiken, is het minimum viable audience model. Minimum viable audience gaat ervan uit dat je als je producten ontwikkelt, dat je niet eerst een product ontwikkelt, daar dan een doelgroep bij gaat zoeken, maar dat je eerst je doelgroep bepaalt en samen met die doelgroep aan productontwikkeling gaat doen. En daarin staan op de volgende slide een aantal dingen die je kan doen om dat te doen. Je kan eerst die doelgroep inspireren met goede content. Te delen wat je idee is, wat je visie is, waar je een product op wil ontwikkelen. Vervolgens zoek je één op één contact met verschillende representanten van die doelgroep en van die klant. En op het moment dat je daar goed gevoel bij krijgt, ga je de community creëren. Je gaat kennissessies houden, je gaat growth hacking, hackathons, allerlei interacties met groepen representanten van die klant houden. En daarmee kun je dan komen tot een volgende stap en dat is co-creatie. En eigenlijk, als je nog een keer klikt, is mijn oproep dus, kijk nou eens niet alleen naar het één op één contact met je klant, maar probeer ook eens daar wat content marketing bij te betrekken. Probeer eens wat kennisontwikkel of productontwikkelstappen te zetten. Om op die manier in de engagement die je op dat moment met die klant, een potentiële klant hebt, te proberen sales impact te maken. Oké, maar even Mark, dit is dan mooi, dit ziet er goed uit. Dus ja, wat jij eigenlijk zegt is die hele user experience, dat is mooi dat het is. En dat geeft eigenlijk precies aan waarin we waarde kunnen leveren. En het creëren van die waarde, zeg je van het moment dat je dat goed plant en goed insteekt, dan heb je dat, kan je dat heel stelselmatig gericht doen. Dat is... Maar dat kost toch net te veel tijd en energie? Nou, dat valt dus wel mee. Want als je op deze manier kijkt naar het verbreden van die klantengagement, zeg maar, dan kun je dat heel pragmatisch doen. Die content, dat kun je eigen content zijn, daar wordt het heel veel werk van. Het kan ook content zijn die je cureert. Dus je kan kijken van wat zijn artikelen die ik gelezen heb, die te maken hebben met de propositie die ik in mijn gedachten heb voor die bepaalde klantgroep. En die ga je delen. Dat deed je misschien normaal al. Maar in het licht van het funnelconversie. Als je dat nou eens niet in het licht van funnelconversie doet, maar in het licht van, oké, business development, ik weet dat die klant er is, ik weet dat ze hierop zitten te wachten, want ik ken ze goed. Vervolgens ga ik een aantal peers uit die klantgroepen samenbrengen en ga ik kijken van, oké, ik heb nog steeds het idee dat deze propositie super waardevol voor jullie kan zijn. We gaan een community opbouwen, nog steeds weer niet in het licht van een sales funnel, weer niet bezig met conversie, maar wel bezig om die engagement te bouwen. En vervolgens ga je dan in het licht van je co-creatie aan de slag van oké, hoe zou die propositie er dan in het echt uit moeten zien? Wat zijn daar elementen van? Hoe kunnen we dit verder invullen? En over de tijd heen, omdat je klant steeds beter leert kennen, blijk je ineens toch in een soort van funneldenken te zitten. Maar op een hele, in mijn beleving, een hele andere manier en ook op een veel inhoudelijkere manier dan... die zeker in de tech en de business-to-business waar ik veel actief ben, ontzettend goed werkt. Oké, dus als ik even doorvertaal, dan zijn die sectoren waar veel tech in de producten en de diensten komt, waar producten dus echt veranderen, waar het standaard productenverkoop niet zo nuttig meer is, in ieder geval minder resultaat heeft. Als je daar deze niet op loslaat, deze aanpak, dan zijn we eigenlijk een sukkels met elkaar. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag jij zo zeggen. Ja, oké, dan mag ik dat zo zeggen. Oké. Dus het zou dom zijn om zeg maar, niet rekening te houden met juist de klantwens heel expliciet te maken en die juist vroegtijdig al te betrekken in je design van je product en dienst. Ja, en wat natuurlijk super lastig en ingewikkeld kan zijn. Hè? Ik bedoel, ik wil niet net doen alsof het heel eenvoudig is. Maar mijn ervaring is wel dat op het moment dat je dat doet, dat zeker klanten die ook worstelen met hun nieuwe regelgeving. Laat dat niet hebben over nu veranderende marktomstandigheden, veranderende ketens, toetreding van nieuwe spelers uit branchevreemde industrieën.
toetreders uit andere regio's. Alles staat continu onder druk en is continu aan het veranderen. En mijn stelling is, in al die veranderlijkheid gaan klanten het enorm waarderen om samen met jou op zoek te gaan van oké, wat is dan de beste propositie, de beste product, de beste service die jij als bedrijf kan leveren aan jouw klanten. Dus in die zin zou mijn oproep zijn om daar gewoon eens wat in te verkennen en mee te experimenteren. Nice. Dankjewel. Volgens mij hebben we afgelopen half uurtje van twee perspectieven gekeken van oké, sales efficiency en sales. Wat betekent dat dan en hoe kun je dat slimmer maken? En we doen toch allemaal AIDA's-achtige dingen. Maar pas als je dat werkelijk koppelt aan een goede user experience die goed ontworpen is, dan pas komen die twee perspectieven goed bij elkaar op alle touchpoints die niet wij hebben, maar die de klant heeft. En, dus dat is deel 1. En 2 is, dat is hartstikke leuk dat je dat al kan inrichten en richten voor je organisatie. Maar nog belangrijker is daarna om ook te zorgen dat je mensen het kwaliteit kunnen. Dus dat je de juiste mensen op de juiste niveaus erbij hebt zitten. En om dat dan echt in te richten in de praktijk, ga deze richtingen volgen. Volgens mij is dit een kort samenvatting. Mark, wil je hem nog aanvullen? Of, Nee, eigenlijk niet. Dat is een hele goede samenvatting. Hartstikke leuk om dit zo samen te brengen. Dank voor de uitnodiging, Maries en de organisatie om hier in mee te mogen doen en wat te kunnen betekenen. Hartstikke leuk. Super. Nou, dank Mark voor je inzichten voor nu. Er staat al wat je kan doen. Och, mocht je de vragen van nu onvoldoende beantwoord vinden. Want ik zie dat er vragen op me afkomen. Dat is geweldig. Dus dankjewel Mark voor je being hier. Op naar de vragen. Ik weet niet of hij jou hoort. Hoor je mij, Mark? Hoor je de vraag, Mark? Ja, nu wel. Ja. Okay. Je blijft er nog wel even bij, toch? Ja hoor, ja. Oh, hartstikke goed, hartstikke goed. Dat klonk al als een afscheid. Ik wil beginnen met een vraag aan jou, Maries. Toen we eventjes in de wachtruimte zaten, zei je al van je hebt ook veel van het seminar gevolgd. Ja. Ik hoor je ook steeds refereren naar andere sprekers. Dus ik ben benieuwd hoe je het tot nu toe vandaag ervaart en hoe het dan is om opeens zelf op het podium hier te staan. Toen de ervaring vandaag als super waardevol. Dus het komt zo ongenadig veel tips komen langs. En verschillende kijkrichtingen op sales. Daar had ik al jarenlang zit ik in het vak, wat Mark al zei. Maar het weer te zien dat mijn maatje van de DCT dit kunnen neerzetten zo, vind ik echt super gaaf. Leuk. En als eerste een duo-presentatie. Hebben jullie dat al vaker gedaan? Eentje live en eentje online. Mark, hoe is dat om te doen? Ja, het is heel raar, want ik heb hier een webcam op een stokje, zeg maar. Daar moet ik in kijken, want dan kijk ik naar jullie. Maar ik zie jullie daar. Dus dat is, ik vind dat, het is niks voor mij. Ik sta liever daar. Maar goed, het is volgens mij het beste wat we op deze manier kunnen bieden. Ja, en je moest natuurlijk ook de volledige controle over de slides aan Maries overlaten. Maar het ging erg goed. Controle aan Maries vind ik sowieso lastig. Dat is wel heel lastig. Er zijn inderdaad een paar vragen en ik zie ook dat er nog wat langsgebracht wordt. Ja. Een vraag is voor welke grootte van bedrijven zijn deze tips inzetbaar? Mark, pak jij die eerst op of wil je eerst denken? Ja, is prima. Nee hoor, nee, ik hoef niet te denken. heel praktisch, mijn ervaring is vaak in de wat grotere, groot MKB en groter. Maar ook steeds meer scale-ups en kleinere bedrijven. Het denken is wat mij betreft geen idee, zeg maar. Dus alleen de invulling, de manier waarop, ja, die verschilt. We hebben dit soort werk ook voor de grote bedrijven van Nederland mogen doen. En dan heb je veel meer interviews, je hebt veel meer onderzoek. Het is echt een kwalitatief onderzoek waar je echt lang mee bezig bent om echt de essentie uit te halen. Hoe die klant er dan uitziet. Die afstand is ook veel groter, dus dat kost ook veel meer werk om dat te doen. Terwijl als je een kleiner bedrijf hebt, is dat gewoon veel makkelijker. De eigenaar van een familiebedrijf die al derde generatie is en die al zijn hele leven in die branche zit, die tekent hem waarschijnlijk zo op en die heeft alleen maar iemand nodig die dat voor hem doet en dat goed visualiseert, bij wijze van spreken. Dus in die zin zou ik niet een grens willen leggen op de grootte van het bedrijf, de aanpak is wel verschillend.
Dus veel meer echt een kwalitatief onderzoek als je een groot bedrijf bent. Meerdere markten, complexiteit in rollen, beïnvloedings van de waardeketen, dat soort zaken. En een klein bedrijf, ja, dan is het veel praktischer. Dan kun je ze bijna aanwijzen en dan zou je op basis van een aantal ervaringen met een aantal klanten al een hele mooie journey op kunnen schrijven. Precies. Mag ik hem nog aanvullen? Zeker. Dus ik denk dat niet alleen de grootte van bedrijven is, maar ook de complexiteit van je product, dat ook enorm uitmaakt. Als jij een echt eenvoudig product hebt te verkopen, dan is die buyer journey redelijk snel gemaakt. Hoe complexer die wordt, hoe complexer je product met diensten omheen wordt, hoe meer partijen er ook bij betrokken zijn bij de inkoop. Dus niet alleen de buyer, maar de hele keten die je dan te maken hebt. Dan is het, hoe klein ook je organisatie is, als jij wat complexere diensten verkoopt, dan heb je al heel snel dat die buyer journey cruciaal wordt om hem wel goed in kaart te hebben. En hoe ziet dat dan? Ik werk met 4 collega's samen, dus we zijn een klein bedrijf, we zitten in de dienstverlening. Mark zei, het is geen rocket science, maar ik was toch wel erg onder de indruk van alle termen en methodieken die er zijn. Hoe kan ik dat inzetten? Hoe kan ik de eerste stappen daarin zetten? De eerste stap wat mij betreft is dat je kijkt van laten we nou eens opschrijven. Wat zijn nou de verschillende persona's, dus de verschillende rollen, klantgroepen die we zien. En laten we die nou eens een gezicht geven. Dat kan gewoon door met z'n vieren daarover te hebben. Van hoe zouden we nou de verschillende type klanten die we hebben typeren. En hoe zouden we die dan als een soort acteur in een toneelstuk. Hoe zouden we die dan beschrijven wie het is. Dat is stap 1. En dan stap 2 is gewoon te kijken van hoe ziet het werk van diegene eruit. Wat zijn de stappen die hij doorloopt in zijn normale werk om zijn bedrijf te draaien, om zijn werk te doen. Dus in principe is het in die zin geen rocket science, in de zin van je bedenkt wie zijn de 2, 3, 4, 5 belangrijkste persona's in mijn klantgroepen. En hoe ziet voor hun een normaal gesproken hun klantreis eruit. Stel nou dat ik dat voor jou zou doen, dan zou je kunnen denken van wie zijn mijn, noem 5 klanten waar ik de afgelopen periode gewerkt heb. En als ik nou in hun schoenen zou staan om mij te moeten inhuren, wat gaat er dan door hun heen? En wat zijn nou de dingen die voor hun belangrijk zijn om mij te kiezen? Ja. Vanuit die, dus kruip in de huid van is enorm belangrijk. Okay. Dank jullie wel. Een vraag die daarop aansluit van een net iets andere invalshoek. Een vraag van Gerard. Wat jullie net verteld hebben, geldt dat hoofdzakelijk voor services of juist voor producten? Of geldt het voor allebei en is het dan een verschillende manier van aanpakken? Allebei. Het is niet specifiek voor producten alleen. Nee, en de complexiteit van het product of dienst, dat maakt wel heel veel uit. Wat Maries net ook zei. De complexiteit van de keten maakt ook heel veel uit. Hè? Dus op het moment dat je iets verkoopt aan een overheidspartij en je hebt te maken met lobbygroepen en internationaal en verschillende toeleveranciers, en ja, dan wordt het gewoon een heel ingewikkelde puzzel, zeg maar. Terwijl je kunt een heel ingewikkeld product verkopen, maar als daar, dan zal dat wat betekenen voor de hoeveelheid informatie die in die buyer journey een rol speelt. Maar het proces aan zich hoeft niet heel erg ingewikkeld te zijn. Dus de grote afhankelijkheid is wel hoe complex is dat hele speelveld van het komen tot een deal of tot een sale, zeg maar. En de complexiteit van een product heeft daar absoluut een invloed op. Dat is eigenlijk mijn punt. Ik weet niet of jij dat wil aanvullen, Maries? Ja, voor dit soort trajecten is een bekende methodiek uit de States, is de Challenger Sale. En daar zeggen ze eigenlijk van omdat het product zo complex is en met diensten en producten bij elkaar gecombineerd en de impact die het heeft op de bedrijfsvoering, is het aantal betrokken personen al meer dan 5, 6 in die keten. Dus ik denk dat je ook moet kijken van wie zijn er betrokken bij zowel de inkoop, de definiëren inkoop, maar ook het gebruik. Wie zijn daarbij betrokken en dan daar je journey op aanpassen en het daarvoor doen. Ik denk dat dat meer ook een route is om naar te kijken. En kun je dan ook een indicatie geven hoe lang het ongeveer duurt voordat het proces resultaat op gaat leveren?
Als in, je hebt een customer journey gemaakt en wanneer ga je daar de benefits van voelen, zeg maar? Wanneer dat voordeel gaat opleveren? Ja. In onze ervaring, wij doen dat in onze traject ook altijd, zit altijd een losse activiteit en dat is, dat noemen we altijd low hanging fruit, of in ieder geval de continuous improvement, het continu verbeteren, geven meteen een plek. Want in elk gesprek wat je hebt over een customer journey, heb je bijvangst. Dus je hebt altijd feedback, je hebt altijd direct, omdat je vanuit een ander perspectief een gesprek aangaat, krijg je altijd ideeën over wat kan ik nou nog meer verbeteren, waar zitten nog meer optimalisaties. Dus in die zin heb je direct in het proces zelf al, voordat die af is, heb je de waarde van. De waarde in het meer strategische stuk, hè, dus dat je op basis daarvan met de koppeling van je buyer journey ook echt gaat zien dat je meer een betere custom experience gaat bieden en dat je op basis daarvan meer return sales gaat maken. Daar gaat wel enige tijd overheen. Want daar zit vooral ook een grote, dat hangt ook weer van de omvang van je organisatie af overigens. Maar als je organisatie wat groter is, zit daar ook best wel een change vraagstuk bij. Dus je moet dan ook intern de mensen meenemen. Je moet ze laten zien hoe die journey eruit ziet. Die gaan op een andere manier kijken van, hey, ik kende alleen maar dit stukje. Maar nu ik het hele stuk ken, hey, ja, dan snap ik wel waarom we soms zo'n conflict hebben met andere afdelingen of iets dergelijks. En daarmee ga je dus over tijd heen die klantervaring verbeteren. Dus ja, dat hangt er vanaf. Dat is een flauw consultants antwoord, maar dat is in dit geval dus wel zo. Als je greenfield in staat zou zijn om een customer journey te bouwen en meteen volgens hoe je dat bedacht hebt vanaf morgen je werk anders gaat uitvoeren, dan kan die tijd heel kort zijn. Zit daar vanuit het bedrijf nog een bepaalde tijd in dat je ook in staat bent om al die verschillende blokjes op een nieuwe manier vorm te geven, nou, dan kan dat best even duren. Maar je hebt direct al bijvangst, doordat je op een andere manier met die klant praat en daardoor allerlei issues kan oplossen, dingen kan verbeteren, mensen op een andere manier kan laten samenwerken. Onze ervaring is dat is meteen al in het proces heeft dat waarde. Kun je een voorbeeld geven van een bijvangst waar je ervaring mee hebt die wat opleverde? En ik zou het gelijk willen koppelen aan een andere vraag die is gesteld. Jullie hadden in het begin 4 fases. Bedrijven zeggen we zitten in 3 en 4 en jullie constateren zitten nog een stap daarvoor. Hoe maak je het actionable? Dus als je stap 2 hebt, je hebt het in kaart gebracht, je hebt het onderzocht. Hoe ga je nu daadwerkelijk daar acties op richten? Dus hoe maak je acties en misschien met een bijvangst voorbeeld? Ja, als bijvangst. Ga maar. Nou ja, bijvangst is gewoon heel concreet, zijn gewoon hele concrete dingen. Dat kan over flauwe dingen zijn van als ik bij jullie inlog en ik moet een ticket aanmaken om een bepaalde transactie te kunnen doen. Hè. Dus ik wil een cementbedrijf in Thailand waar we dit voor gedaan hebben. Daar overigens een hele grote speler in de regio daar. Ja, daar moesten mensen met bepaalde ticketnummers opschrijven. Dat vervolgens copy-paste in een ander systeem. En die hele afhankelijkheid van verschillende stappen. Dus bij het Customer Service Center, dat ging op zich redelijk soepel. Maar dan bij transacties doen, dus in de portal je deal inleggen, ging weer op een hele andere manier. En het feit dat die twee totaal niet op elkaar waren aangesloten, daar kwamen we in het eerste gesprek al achter. En dan kan je redelijk makkelijk daar gewoon optimalisaties in doen. Je kan gewoon zorgen dat of die systemen aan elkaar gekoppeld worden, of dat je alleen al in het ontwerp van die formulieren eenzelfde taal gebruikt, zodat je niet in de war gebracht wordt. Ja, dat zijn gewoon de dingen die vrijwel altijd voorbij komen. Ik denk aanvullend. Over actionable maken moet Maries misschien even wat vertellen. Ja, als laatste vul nog aan alsjeblieft op dit antwoord. Ja, dat is ik denk dat je een voorbeeld op mij naar binnen schiet is een coachingsklus die net gedaan is. Daar een bedrijf wat hele goede inrichtingen maakt voor knette complexe museale inrichtingen voor allerlei tentoonstellingen. En daar het salesproces van, dat was eigenlijk voornamelijk duwen van, we hebben heel goed producten, we kunnen dat heel goed. Dat was dus echt vanuit, dus en vanuit wat zijn de succesvolle deals geweest en vanuit de buyer journey met zich zijn gaan analyseren. Wat is het dan? Waarom willen ze dit? Wat zijn de risico's die ze vanuit
het vanuit klantperspectief zijn gaan in kaart zijn gaan brengen. Ook gezegd, we gaan het delen met de klant en hoe zit jij hierin? En dat bleek eigenlijk al heel snel dat er twee opdrachten heel snel vielen die anders nooit waren gevallen. Ja. Okay. Mooi. Dankjewel voor jullie uitleg en voor jullie voorbeelden om het concreet te maken. Ja, Maries, jij kan naar de ruimte toe en jij kan je computer uitschakelen. Ja, ik vond het leuk dat jullie dat zo op deze manier in de duo-presentatie deden. De eerste duo-presentatie van vandaag. Online, offline, we switchen moeiteloos heen en weer. Ja, het maakt helemaal niet meer uit. Iemand zei het vandaag eerder al, we zitten in een hybride maatschappij. En jullie zijn ook een mooi voorbeeld ervan. Dus dank jullie wel voor jullie presentatie.